De vooruitstrevende hervormingspartij VAP heeft gisteren haar gerenommeerde partijcentrum, de Olifant, in gebruik genomen. Bij die gelegenheid heeft de partij ook een website en een mobiele app gelanceerd. VHP-voorzitter, tevens president van de Republiek Suriname, Chandrika Persat Santokhi, haalde aan dat het partijcentrum niet zomaar een gebouw is, maar één dat gerelateerd staat aan de ontwikkeling van het land. De Olifant is een plek waar grote beslissingen zijn genomen voor de partij en voor het land, weet Santokhi. Het gerenoveerde partijgebouw illustreert de kernwaarden van de VHP, zoals recht en regelgeving en dialoog. En het zijn deze elementen die vandaag gekoppeld zijn aan dit gebouw en ook uitstralen naar het hele land, dat we in een zeer korte tijd de meest ernstige crisis van het land onder controle hebben. In alle rust, met betrokkenheid van alle Surinamers. Waar anderen het nog steeds niet willen geloven, dat wij het gerealiseerd hebben. De website en de mobiele app van VHP dienen volgens het staatshoofd als middel tegen nepnieuws. Gebruikers kunnen via de app onder andere klachten indienen, bouwkavels aanvragen en lidmaatschapregistraties doen zonder fysiek naar het partijbureau te komen. Santokhi benadrukte het belang van digitale communicatie, vooral omdat veel jongeren sociale media verkiezen boven traditionele media zoals kranten en televisie. De app en website zijn volgens hem essentiële instrumenten voor de partijcampagne en bieden leden de mogelijkheid om direct betrokken te zijn. De kosten van de website bedroegen $5000.